Op deze prachtige dag zijn we hier bij het VU Medisch Centrum. Heet dat het vroeger, nu heet het Amsterdam UMC locatie VU. En we zijn hier om de Dirkje Postma Talent Award uit te reiken aan een verraste winnaar. Jurjo. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Voordat je dit krijgt, is het misschien goed als je eerst aan de kijkers vertelt wat je gedaan hebt, waarom je deze prijs eigenlijk krijgt. Want dat weet je zelf natuurlijk het beste. Allereerst enorm bedankt voor de toekenning van deze subsidie. Ik ga kijken naar met name longemfyseem. Dit is een longaandoening die heel erg vaak voorkomt en ook een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven van patiënten met longemfyseem. Wat gaat dit nou betekenen voor mensen met longemfyseem in de toekomst, als je de resultaten van dit onderzoek toe wil passen in die toekomst? Het verlies van longweefsel speelt een belangrijke rol bij longemfyseem en we weten eigenlijk nog niet goed hoe dat komt. We hebben daar wel een clue voor. We denken namelijk dat de stabiliteit van de hele kleine longbloedvaatjes bij longemfyseem dat die ernstig is aangetast. Nou, dat hele proces, dat willen we proberen te begrijpen, maar uiteindelijk wel met het doel om een medicijn te ontwikkelen. En dat medicijn, met dat medicijn willen we dat signaaleiwit eigenlijk weer op een normaal niveau brengen, zodat we uiteindelijk ook het longweefsel kunnen herstellen of verder verlies van longweefsel kunnen voorkomen. De jury heeft jouw onderzoeksvoorstel bekeken en zij zeggen dat jouw onderzoek zeer relevant is voor mensen met longemfyseem. En ze zeggen ook dat je daarbij gebruik maakt van state-of-the-art technieken zoals CRISPR-Cas, die je in het buitenland hebt geleerd of heb je overgeleerd. En zij denken dat jouw ervaring die je in het buitenland hebt gehad met dit project heel makkelijk tot een goed resultaat kan leiden. En zij vinden jou daarom de meest getalenteerde onderzoeker die een aanvraag heeft gedaan voor de Dirkje Postma Talent Award. Gefeliciteerd. Kijk eens aan. Enorm bedankt. En er hoort ook nog een prijs bij. Een sculptuur heet het geloof ik. Van een longblaasje. Dus heel toepasselijk voor je onderzoek. Schitterend. Nogmaals enorm bedankt. Ik ben er zeker van dat, dat we met deze steun baanbrekend werk gaan leveren. Die ook heel veel op gaat leveren voor patiënten met longemfyseem. En in het bijzonder ook alle donateurs enorm bedankt voor jullie inzet en steun die dit onderzoek mogelijk gaat maken.